De tijd dat gemeenten vanuit de WMO hulpmiddelen als een scootmobiel of een traplift verstrekken, is voorbij. Vanaf nu wordt er initiatief verwacht van de mensen zelf of hun omgeving. Het is niet meer de individuele voorziening die centraal staat. Nee, wat kun je zelf? Wat kun je samen met anderen? En als het dan niet gaat, welk collectief middel kunnen we dan aanbieden? Het is natuurlijk veel beter om mensen in hun omgeving te laten. Onderdeel te laten zijn van die kerkgemeenschap, onderdeel te laten zijn van die voetbalgemeenschap of vul maar in. Wat belangrijk is, hoe kunnen we het proces voor de burgers faciliteren? Nou, een van de dingen die we heel belangrijk vinden, dat is innovativiteit. Innovatieve dingen waar A, onze burgers bij gebaat zijn en B, de werkgelegenheid een injectie krijgt. Een voorbeeld van zo'n innovatie is deze uitbreidingsmodule die aan een bestaand huis te koppelen is. Vanuit een bestaand concept wat we al hadden, passend wonen, zijn we inderdaad door gaan denken van hoe kunnen wij met een modulair bouwsysteem eigenlijk de behoeften van de mensen die eigenlijk langer thuis willen blijven wonen, hoe kunnen we daarin voorzien? Mensen die zorgbehoevend beginnen te worden, ja, die hebben er wel moeite mee dat ze nu bijvoorbeeld in Lutter wonen en straks naar Coevorden moeten gaan vertrekken, omdat er in de regio geen plek voor ze is. Zo, kom binnen, Delphine. Ja. Zo, hé. Hey. De slaapkamer is nu voorzien van een rail waar dan de tillift aan zit. Die rail die zit er standaard al wel in. Die tillift hoeft er natuurlijk nog niet in op het moment dat je die ook nog niet nodig hebt. Maar eigenlijk voorziet dus de hele module er al in dat je gelijkvloers gaat wonen. Dat je dus met z'n tweeën gewoon beneden kunt slapen, kunt baden, toilet zit erin. Het is helemaal voorzien van domotica. En sterk nog, er zit een wifi-netwerk in waarmee je met je mobiele telefoon, als je die hebt, ook heel eenvoudig de bediening niet op het paneel, maar gewoon vanaf je telefoon kunt doen. De televisie is daar aangekoppeld. Er kan ook de lichtkleur in de badkamer bijvoorbeeld mee geregeld worden. Dat het licht in de badkamer een kleur heeft waardoor je niet helemaal wakker wordt, maar ook eenvoudig weer in slaap komt. Ja, van het slaapgedeelte kom je dan dus eigenlijk in de badkamer. De kantelbare spiegel, het in hoogte verstelbare wastafel, in de hoek een zitplateau in hoogte verstelbaar voor de douche. Nou, mooi compleet aanbod zeg. Super. Ja, het ziet er niet uit als een of andere keten. Het is gewoon onderdeel van de woning, volledig af. Ja, en we hebben ook bewust gekeken om het niet een echte zorgwoning te laten zijn. Nee. Je moet je er allemaal prettig voelen op het moment dat je eigenlijk die zorg misschien nog niet eens heel erg nodig hebt. Maar dat de faciliteiten erin zitten dat het allemaal kan. Of je nu in een rolstoel zit of niet. Of je nu met een tillift naar het toilet of douche moet of niet. Het kan in deze ruimte, kan dit allemaal. Maar stel nou dat ik met de vraag kom, goh, ik wil toch graag ook mijn woning aangepast hebben en ik voel wel iets voor dit concept. Hoe gaat dat dan? Deze modules, dit systeem, is in 2 dagen tijd te plaatsen. Dat betekent dat we hem ook redelijk eenvoudig weer op kunnen halen. En ik maak dus ook afspraken, op het moment dat u zo'n module wilt, dat ik hem over een periode van X ook weer gewoon terugneem. En dan moet u denken over een periode van circa 10 jaar. Waarbij u dus koopt en ik gegarandeerd terugkoop voor 30% van het aankoopbedrag. Ik wil die modules terug hebben omdat die zo zijn geconstrueerd dat we zonder slopen kunnen hergebruiken. Dus die gaan de fabriek weer in, die worden gestript, die worden weer als nieuw weer afgeleverd. Maar er wordt zo min mogelijk eigenlijk vernietigd, zeg maar.